Yo guys, what up Appelflap? Met nog iets minder dan een minuutje te gaan, gaan wij beginnen aan Uncharted The Lost Legacy. Dit is de standalone DLC van Uncharted 4, al heel lang geleden aangekondigd. En de tijd vliegt echt, want vandaag is alweer de dag, eigenlijk de nacht, dat deze game uitkomt. Ik zie het echt als game, ook al is het een standalone DLC. Het heeft hoogstwaarschijnlijk zijn eigen Platinum Trophy, de applicatie is maar liefst 50 gig. Zeg genoeg denk ik over de hoeveelheid kwaliteit en de grootte van de standalone DLC. Ik heb er ook €40 voor betaald. Ik niet. Ik zeg het fout. Als je dit normaal gesproken legit koopt, betaal je er €40 voor. Ik had een speciale Uncharted 4 bundel, waardoor ik hem gratis kon pre-orderen. Ik zal even zo snel doen. Daarbij zit namelijk ook deze Jack & Dexter, The Precursor Legacy. Fucking cool. En dat gaat dus binnenkort ook komen. We gaan erop starten, ja. Kan het? Hij is op slot. Wat is dit? Ja, hij kan wel worden gebruikt. We gaan hem toepassen. Dit is gewoon een andere intro dan normaal, jongens. De game moet nog even wennen. Zie je, we kunnen hem uiteindelijk gebruiken. Dit is hem dus. Zien jullie ook meteen de team op de background. We kunnen ook eventjes kijken bij geluid en scherm. Kijk. Fucking nice, right? We gaan hem starten, guys. Uncharted The Lost Legacy op mijn channel. Aflevering 1, een standalone DLC van Uncharted 4. Show de support even door te liken. We gaan het gewoon nu starten en ons laten verrassen door weer een nieuw meesterwerk van Naughty Dog. Let's go. Alright, daar zijn we dan. Het hoofdmenu van de standalone DLC. Laten we het gewoon de game noemen, want holy shit, het heeft als een multiplayer. Like, what the fuck? Het staat gewoon echt regelrecht in verbinding met Uncharted 4, de applicatie zelf, neem ik aan. Want ook als je hierheen gaat, ja, dit is gewoon zijn eigen applicatie, heeft ook een multiplayer. Ook als je hier kijkt naar Fantoom van de Begraafplaats, meest recente trofee, en je kijkt naar deze applicatie, dan gelden daar zeg maar dezelfde dingen voor qua trofeeën, zie je? Fantoom van de Begraafplaats, op de kaart zet speedrun, is de top trofee, zeg maar. Dus het bevindt zich eigenlijk in dezelfde applicatie, wat best weird is. Het hoofdmenu speelt zich af in dat bootje wat we kennen uit de trailers. Opties heb ik al ingesteld, extra's. Laten we even kijken, schatten. Nog geen schatten? Ja, logisch, we moeten nog beginnen. Nou, laten we dat dan ook maar snel doen, guys. Nieuw spel. En we spelen hem op moeilijk. I love it, let's go! That one is my favorite. It makes your eyes doing good. Does it now? Half price if you buy two. Wow. You again. Is this your store? No, my father's. How much? 800 rupees, please. 800 rupees?
Okay, for you, $5.50. Incredible. So, does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. Oh. The Indian army called him up, did they? No, he volunteered. Really? Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. Better deal. 400 rupees plus garnish. You don't want this. It's broken, see? You don't know the story? Ganesh fought Parashuram while standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off for his troubles. Interesting. Anyway, it's not for sale. Right on time. Okay, look. 600 rupees. You can keep the change. Hey, wait! Hey! You need a guide. Oh? And what'll that cost me? So, alrighty guys, welkom allemaal bij de eerste gameplay van Uncharted The Lost Legacy. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we in de intro scene geen ondertiteling gehad, terwijl ik het wel heb aangezet. Waarschijnlijk iets wat hij dan toch weer niet goed opslaat of iets dergelijks, maar maakt ook niet uit. Daarnaast heb ik gekozen qua taalkeuze voor gesproken Engels, Nederlands ondertiteling. Dat houdt het wat officiëler, ook al vind ik de Nederlandse stemmen wel goed gedaan. Begrijp me niet verkeerd, maar ik heb deze ervaring het liefst in het Engels. Alright, nou, super gedetailleerde, typisch Naughty Dog-achtige, gedetailleerde markt, goed vormgegeven, lekker veel detail. Nou, ik heb de camerabesturing iets omlaag gegooid, anders gaat het gewoon simpelweg te hard. Jullie weten dat ik gewoon ervan hou om mooi rond te kijken en daar heb je niks aan als je dan op camerabesturing 10 staat of zo. Super mooi vormgegeven, ik heb ook echt geen idee in welk land we zijn, dat kunnen er op dit moment verschillende zijn. Maar daar staan we dan, met een prachtig vormgegeven Chloe. Het is alleen doodzonde dat Elgato zo traag is met zijn 4K capture card, anders hadden we dit 4K HDR kunnen uploaden. Maar dat is helaas nog niet het geval, dus vandaar dat we gewoon een 1080p 60fps versie van de game hebben. Alright, we kunnen de game gaan vervolgen door achter het meisje die we zojuist hebben ontmoet aan te gaan. Ze heeft ook zo'n schattige lichaamshouding, weet je. Het is typisch een kindje, zoals je ziet. Haar vader is de militia gejoined en dat is de reden dat ze eigenlijk alleen in haar winkeltje stond. Ik probeer goed rond te kijken voor alles wat ik zie hoor. Wie weet kan ik ook wel gewoon naar kraampjes toe en daar bij het eten kijken, interactie tonen. Nee, mag ik geen choppings? Ziet er wel goed uit. Ik heb honger, jongens. Bijvoorbeeld hier rechts. Zou ik hierheen kunnen? Jazeker. Dan kan je gewoon rondkijken naar spulletjes. Voor de rest helaas geen interactie mogelijk. Kijk, hier hebben we het dan weer wel. Need to be on that truck before it goes. So, you're Ganesh. How much for it? Not for sale. Aha, dus dit is eigenlijk gedigitaliseerde handboekje van Nathan Drake. Zijn iconische dagboekje die hij altijd bij zich heeft, waar hij aantekeningen maakt. Hebben we nu verruild voor een smartphone. Nou ja, geinig. Geinig gedaan. Wat ik altijd leuk vind aan Naughty Dog is dat ze echt goed zijn met ook simpele NPC's. Bijvoorbeeld deze vrouw hier in die blauwe jurk. Hij heeft gewoon echt een eigen gezicht, een eigen identiteit en mooie haren. Zie je dat? Dat is gewoon nice gedaan. Oké, kindje. What's up? Waar gaan we heen? Geen idee? Hierheen? Langs de menigte? What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back. Please. Fine. A for effort, kid.
Fucking nice gedaan. Een typische schat-icoontje. Oké. Okay. Het Ganesh-beeldje. Dat klopt. Zo kunnen we gewoon kijken, zoomen, L2. Eens rustig bekijken. Nou, is wel even een andere koek dan Rise of the Tomb Raider 4K. Want zeker als je dan dus een PS Pro hebt staan, terwijl die niet in 4K runt, is effies balen. Maar goed, het is niet anders. Het ziet er alsnog beeldschoon uit. Haha, beeldschoon, snap je hem? Ha, beeld. Juist. Oh, nice, patas. Iemand nieuw schoenen. You can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the mandapan. Wat is de mandapan? Hallo, mandapan. Ik kan ook zeker niet mijn schoenen uittrekken om daar naartoe te gaan. Nee. Dat is gewoon een geinig stukje scène. Een tassenkraampje. Altijd leuk, right? Too many soldiers. Shit. Wait a minute. You're not a tourist, are you? Looks okay to me. Hello, lady. Great prices. Thank you. We're busy here. Oh, I've already got what I need. Thanks. Do you work for CIA? Because that would be very cool. Dit kind is zo geweldig, nu al. Love this girl. Nog even kijken of we hier nog enige interactie kunnen tonen, hoor. En dat is niet het geval, dus moeten we langs de menigte en richting de militia. De soldaten. People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Listen, kid. It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Ah. Okay. No thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen. I need to help my friend, okay? Tell you what. When I get back, pizza's on me. Deal? Deal. Shit, dit kind is geweldig. Tot nu toe is dit kind echt geweldig. Heerlijke intro. Typisch zo. Het is gewoon typerend, weet je. Typisch Naughty Dog. Uncharted The Lost Legacies. Laten we gaan genieten. Ha. Dit is een stukje gameplay demo dat we volgens mij allemaal kennen van de E3. En waar ik er echt zeg maar voor het eerst achter kwam dat we überhaupt met Chloe zouden spelen. Ja. Cute as fuck, baby. Better than nothing. De opstand, hoofdstuk 1. Dus we hebben de proloog zojuist achter de rug. Proloog achter de rug en nu met Chloe, ja, eigenlijk mogen we gewoon totaal niet gezien worden. Laten we in ieder geval eerst even terugkeren. Maar dit is typisch, hè? Typisch deze game, laten we gewoon goed rondkijken, je weet het nooit. Zo zie ik nu alweer dat er meteen twee paden beschikbaar zijn. Door wat is dit überhaupt? Een teddybeertje? Kan het niet oppakken, hè? Nope. Kan ik hier wat mee doen? Nope, kan er niks mee doen. Links, rechts. Ja, het uit gewoon in hetzelfde. Maar ik heb graag altijd alles overzien. Wat een rotzooi allemaal hier, zeg. Dat is echt een beste rommel hier. De favelas van India. Oh, oké. Okay.
you can. Ik vind het wel heel tof en daarom ben ik ook zo benieuwd zeg maar, naar de storytelling van deze standalone DLC. Dat ze voor Chloe hebben gekozen. In het begin was ik er vrij sceptisch over. Man. Snel naar dit soort zijstraatjes hoor, want dit is niet oké. Papa boze persoon. Het is gewoon denk ik riskant om überhaupt buiten te zijn, daarom flipt die guy zo. O jee, daar moeten we niet heen denk ik. Kan ik hier niet langs of wat de fuck moet ik heen? Toch maar daarheen dan? Guess I don't have a choice. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Hey. Dangerous to be out so late. Hey! Where do you live? Uh-oh. What are you, deaf? Answer him! I said, where do you live? Arata-san. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. Wow, man. Zo vroeg in de game door het oog van de naald. Lucky for them, I've got somewhere to be. Wat een super smooth ervaring voor een console game, hè? Zo nice hoe ze dat altijd vet optimaliseren. We hebben in ieder geval de rode deur gevonden. Dat is waar we heen moeten als hoofddoel, zeg maar. Oh. Alles wordt dicht gedaan. Boven en beneden verdiepingen. Ik snap dat het storytelling is, al lijkt het nu wel op Walking Simulator. Zijn dat nou gewoon daadwerkelijk bombardementen in de background of zoiets dergelijks? Of is het sowieso een oorlogsgebied volgens mij? Want elke keer wanneer het gebeurt... Lekker, waarom heeft hij nou weer geen wapen op zak? Dan had ik bijvoorbeeld alvast een mes gehad of een handpistool of zo. And that's that. Zie je dat ze de game echt uitleggen qua besturing ook alsof het een compleet nieuw spel is? Ik weet niet waarom ze deze gedachtegang hebben gekregen om de Uncharted franchise op deze manier nieuw leven in te blazen, maar ja, als het op deze manier gaat, waarom ook niet? Ik vind het dan prima. Shit. Oh jee. Come along, Brandon. Wat hebben we hier nog trouwens? Nothing. Oh, Jesus Christ, daar schrok ik echt van. Oud soldaat, al een tijdje neer. Mijn zoektocht wordt tot nu toe nog niet echt beloond. Ah,
Ik denk dat ik alles globaal wel heb overzien en dus hier naar binnen kan. Oh jee, langzaam draaien. Oh. Dat is achter de rug. Pink Lotus. The hell does that mean? Zo freaking nice, die haren in haar nek. Half bezweet, natuurlijk super benauwd hier in India. Oké, die guys gaan naar binnen. Is niks daar, toch? Uiteindelijk ben ik opeens op deze bovenverdieping. Anyone else? No? Oh my god. Ik kwam spontaan in combat. Dit was totaal niet de bedoeling. Ik denk, ik pak het gewoon stealth aan, joh. Alleen daar waren hun het niet mee eens. Niks stelt. Hier niks aan, hier niks aan, hier niks aan. Gaan we toch niet vertellen dat hier niks is? Deze deur dan? Ze zegt gewoon echt, nou, what's in here en er ligt niks. Voor het raam staan vertrouw ik ook niet. Wie weet ligt er nog ergens een sniper op de loer. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat die gasten allemaal geen wapens op zak hadden, right? Nou, laten we hier naar boven gaan. Kijken of dat werkt. Holy shit, ik schrik me dood. Hoppakee. Dat het ook gewoon instant foute boel kunnen zijn voor Chloe als die bommen gewoon op haar koppie dropt. Wow, dynamisch weer effect. Dat lijkt me pink, Daro, zeg maar.
Ik zie hier iets liggen. Kan dit de eerste schat zijn? De eerste beloning? Zeker. Wat hebben we hier? Het is een... een sigarettendoosie. Lol. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Voor het sigarettendoosie. Dan gaan we snel richting die... Wat was het ook weer? Pink? Nog iets? Ja, dit lijkt me het wel te zijn. Ah, Pink Lotus. Ja, ah, Pink Lotus, dat was het. There was at least two targets. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. What the hell? Oh shit! You're late, Fraser. I see you too. Holy shit! They took out the first squad. Stop them! Hoppa! What the hell was that? I thought you were a professional. Oh, you should relax. You'll live longer. Relax? It took me weeks to track down Asov. The man's as unpredictable as they come. He's just another warmonger with no war to fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We? Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. What's it gonna be? He's the one with the beard. That's the spirit. Hmm. Handsome. If you're into psychopaths. Nobody's perfect. Where's base camp? Top floor, balcony. All right. Let's do this. All right. Street route all planned out. Infiltratie. Dat wordt tijd voor een tweede aflevering, namelijk infiltratie. We hebben ze in ieder geval ontdekt en we kunnen ook gewoon kijken. Hoe deden we het ook weer? Dat was volgens mij touchpad. Klopt, man. Inzoomen doen we zo en dan kan je gewoon rustig terug naar de rode deur. En het kindje bijvoorbeeld. Fucking cool. Nice. Fotootje hebben we binnen. En de tweede aflevering gaan we dus het tweede hoofdstuk spelen. Infiltratie heet het, right? Het zal wel. In ieder geval bedankt voor het kijken. Thanks voor de support op de eerste aflevering van deze Uncharted Lost Legacy standalone DLC. Fantastisch. Het voelt als een compleet nieuwe game eigenlijk. En dat is alleen maar een voordeel. Maar ja, dat mag ook wel voor je €40, right? Tot de volgende, guys. Peace.